Ook de gemeente Druten heeft een coalitieakkoord. Als laatste gemeente in de regio presenteert het nieuwe college 31 mei het akkoord aan de gemeenteraad. Volgens formateur Gerard Worm is het niet erg dat de formatie lang geduurd heeft. Een informatie en een formatie is geen wedstrijd. Dus het gaat niet om wie is de eerste. Voor mij als informateur en formateur, ik vond de zorgvuldigheid het belangrijkst. Dus we hebben met alle partijen gesprekken gevoerd in de informatieronde. Dus daar hebben we echt tijd voor genomen. Dus ook meerdere gesprekken. Nou, daarmee haal je die informatie op en kom je tot het besluit van hey, we zouden wel eens kunnen kiezen voor een raadsagenda. Dat hebben de andere gemeentes ook niet. En dan kom je in de formatieperiode en dan zit je toch op een gegeven moment met 5 partijen. En ook daarin kun je zeggen van nou, dat gaan we heel snel in elkaar steken, maar je moet er wel 4 jaar mee doen. Nou ja, kijk, over de inhoudelijkheid is lastig om iets te zeggen, maar wat wel een grote verandering is sowieso, dat er 2 belangrijke onderdelen zijn uitgehaald. Er komt een raadsagenda in Druten en dat betekent dus de coalitie heeft een akkoord op heel veel punten. En van 2 belangrijke punten, dat kan ik wel aangeven, dat is bouwen en wonen en dat is de kwaliteit van de openbare ruimte, die worden uit het coalitieakkoord gehaald. En die komen op een raadsagenda en dat wordt dus in feite door de hele raad opgepakt. In informatiefase haal je info op en dan zie je op een gegeven moment dat in feite over deze 2 onderdelen in principe alle partijen toch wel eenzelfde mening hebben of in dezelfde richting denken. Dus vandaar dat we dachten van nou, dan kunnen we het misschien ook wel gewoon raadsbreed oppakken. Dat haalt niet de scherpte eruit. Maar dat brengt in feite de veelkleurigheid van de gehele gemeente Druten erin terug. En het is ook wel een stuk toenadering naar de oppositie. Ja, dus wat dat betreft hebben we geen houding van nee, dit gaan we allemaal zelf doen als coalitie. Nee, we betrekken ook de oppositie erbij.